In het land der blonde duinen en niet heel ver van de zee woonde eens een dwergpaardje en dat heette Pichelmee. Het waren heel, heel kleine mensjes en ze woonden vreselijk lot, want ze hadden heel geen huisje in een oude kulse pot. Het vrouwtje zorgde voor het eten, maar dat eten moest er zijn. Het ventje ging dus dagelijks jagen, schoot een haasje of konijn. Met een heel, heel klein geweertje, dat gaf niet zo'n grote klap. En dan ging hij op zijn klompjes met zijn konijntje vlug op stap. Het is niet ondenkbaar dat de geschiedenis van een bedrijf volledig bepaald wordt door het product dat het maakt. Het is misschien zelfs zo dat niet de mensen het product maken, maar het product de mensen. Het specifieke is dat het vakmanschap hier nog zo'n enorme rol speelt en het wordt veroorzaakt door de producten die wij doen. De twee belangrijkste poten van het bedrijf Van Elle zijn koffie en tabak. Daarnaast doen wij thee en daarnaast doen we er nog een groot aantal andere dingen. Heel vaak afgeleiden van koffie, koffieautomaten, koffievoorzieningen voor grote bedrijven en wat iets meer zij. Het zijn allemaal afgeleiden van de basisproducten koffie, tabak en thee. En de twee sterkste poten van ons bedrijf waren en zijn nog steeds koffie en tabak. En beide artikelen, maar ik ga het natuurlijk in eerste instantie hebben over koffie, beide artikelen vereisen een enorm vakmanschap. Twee eeuwen geleden opende Johannes van Nelle in Rotterdam een winkeltje in koffie, thee en tabak. Dit winkeltje zou uitgroeien tot een zeer grote fabriek. Na zijn dood zette zijn weduwe de zaak voort. Zij werd opgevolgd door de erven van de weduwe J. van Nelle. Zo kreeg het bedrijf de naam die het nu nog steeds heeft. In de 20e eeuw liep Van Nelle bij allerlei ontwikkelingen voorop. Het had als eerste een pensioenfonds, als eerste het verpakte merkartikel en de eerste moderne fabriek. Gebouwd door de architect Leendert van der Vlucht in de Spaanse polder in Rotterdam. De Van Nelle fabriek die gebouwd is in de jaren 20 heeft als visie een stuk sociaal contact. Contact tussen mensen onderling, contact tussen mensen en hun werkomgeving. Als je naar de fabriek kijkt, en hij heet niet voor niets het glazen paleis, dan zie je dat je overal vanuit de werkplek naar buiten kunt kijken, ongestoord. Er zijn geen spanningen horizontaal op ooghoogte. Er is veel aandacht besteed aan het gevoel dat mensen moeten hebben om ook in hun werk vrij te kunnen zijn. In de jaren 20 werd Van Nelle's bekendste handelsmerk geboren. Mannetje Pichelmee. Voor veel mensen is het een symbool van hun kinderjaren geworden. Pichelmee is een afgeleide van een oud Russisch sprookje, gebaseerd op mensen die nooit genoeg hadden. En Van Nelle had in de jaren 1910, 1920 een hoofdvertegenwoordiger, meneer Steenhuizen, een niet onverdienstelijk dichter. En die heeft op een gegeven moment Pichelmee ontworpen als een reclamegedicht voor Van Nelle. We hebben toen een boekje uitgegeven en dat is eigenlijk buiten verwachting is dat storm gaan lopen. En vandaag de dag gaan er nog steeds zo'n 10.000 boekjes per jaar de deur uit. Onbescheiden gesproken is Pichelmee de meest verbreide poëzie in de Nederlandse taal. Gedurende de crisis, oorlog en wederopbouw beleefde Van Nelle moeilijke jaren. Naar buiten toe, onder andere in de bioscoopreclames, bleef het zichzelf profileren als een bedrijf waar onmisbare producten werden gemaakt.
De opleving aan het begin van de jaren 60 zorgde ervoor dat het met Van Nelle zo goed ging dat er mensen uit het buitenland gehaald moesten worden. Kijk, die mensen die zijn Mohammedaan, dat wisten we ook wel, want van tevoren was het ook allemaal wel verteld. En die mensen die hebben bepaalde tijden dat ze willen bidden. En in het begin deed je daar niet veel mee. Maar als je dan natuurlijk toch je verstand laat gaan, dan moet je daar toch wat aan doen. En daar kregen we over het algemeen van de leiding geen medewerking van. Dat moest je zelf maar uitzoeken. Maar als je natuurlijk 10 mensen hebt die willen bidden, of 's morgens om 10 uur, en je hebt geen 10 mensen om te vervangen, dan moeten andere 10 mensen dubbelwerk verrichten. En dat moet je toch zien te klaren. En dat moet je ook willen klaren. Geen kwestie van kunnen, maar ook willen. Een hoop collega's wilden dat ook niet. Die zeiden, ja, daar heb ik niks mee te maken met die godsdienst. Maar we zitten wel met die mensen, dus je moet ermee zien samen te werken. Dus ik heb al rap van een plaatsje gemaakt waar ze op de afdeling konden bidden. En dat vonden ze geweldig mooi natuurlijk. Dat is, dat hoort erbij. De buitenlandse werknemers kwamen voornamelijk in de fabriek te werken. De scheiding tussen kantoor en fabriek is heel lang duidelijk aanwezig geweest. Ja, witte borden en de blauwe kieltjes. Er heerst, toen ik er gewerkt heb, altijd een enorm verschil. Er werd ook apart gegeten in de kantine. De blauwe kieltjes, de werkmensen, fabrieksmensen dus, die mochten niet naast de kantoormensen zitten. Dat mocht niet, dat kon niet. Dat hoort niet zo. Het verschil van optreden. Mensen die op kantoor zaten, voelden er eigen altijd verschrikkelijk meer. Ook al waren ze niet gewoon kantoorbeambten en een gewoon kantoorfunctie, voelden zich altijd ver verheven boven de mensen in de fabriek. En waarom dat is, hoe dat gegroeid is, weet ik niet. Maar ik vond het wel verschrikkelijk raar. En ik heb er altijd enorm op tegen geageerd. Nou, mijn chef die was jarig. En toen werden alle taakgroepleiders, wat er omheen ging, werd uitgenodigd voor de koffie. Maar ergens konden wij dat niet uitstaan. Ja, want je hoorde daar toen natuurlijk niet bij, want het werd echt nog op je neergekeken, wat je ook zegt natuurlijk. Nou, toen zaten ze allemaal beneden koffie te drinken, maar wij wisten niet dat het raam open stond. En dat was hier beneden en wij liepen op de derde. Dus van de derde naar beneden gaat het veel harder natuurlijk als van boven naar boven natuurlijk. Op een gegeven moment zitten ze lekker koffie te drinken en wij samen de afdeling, mijn collega Rick, en wij het liedje zingen van er is er een jarig, hij kent de kleren krijgen en de cholera. Al dat wat wenselijk was, hebben we ook toegewenst hoor. Want wij mochten die vent ergens ook niet, dat zal ik je ook wel eerlijk vertellen hoor. Maar na de hand komt mijn baas weer naar boven. Hij zei, zijn jullie ook weer 2 kleren meiden, zegt hij. Jawel. Hij zei, nou, ik heb alles gehoord. Hij zei, nou, hij zegt, schaamde kapot. Hij zegt, ik zat zo piepen. Nou, ik heb mij dus schelen. Ik zei, die vent, ik heb mij wat overvallen hoor. Dat is voor mij toch een klerenlijn zo, hè. Een uur na de hand komt hij naar boven. Kijk mijn collega aan. Ik zei, nou, ik zeg, daar komt hij hoor. Ik zeg, we kunnen maar maken dat we wegkomen. Dat hij zo, hallo dames, zit hij. Hij zei, wat waren jullie lekker aan het zingen? Hij zegt, kom jij ook even een bakje koffie halen? Hij zegt, ik heb een lekker stukje koek voor je. En ik, nou, dat zeg. Dat is gelopen tegen mijn collega. Hoor. Ik zeg, we krijgen nou koffie ook. Ik zeg, voortje zingen we nog maar weer een keertje. Dat de producten van Nelle niet bevorderlijk waren voor de gezondheid, dat wist nog bijna niemand. De toekomst van Nelle zag er rooskleurig uit. Het was dan ook een grote schok dat Nelle in 1976 door het Amerikaanse bedrijf Standard Brands overgenomen werd. De geschiedenis van Nelle, met name sinds de Tweede Wereldoorlog, is toch wel een bewogen geschiedenis.
Tot aan die tijd en ook nog kort na de Tweede Wereldoorlog was het altijd een familiebedrijf. Daarna is de geschiedenis echt hectisch geworden. We zijn eerst in minderheid en in tweede instantie in meerderheid een Amerikaans bedrijf geweest. Dat Amerikaanse bedrijf Standard Brands is op haar beurt weer overgenomen door een groter Amerikaans bedrijf. Toen is er een fase gekomen waarbij de activiteiten van Vanelle niet meer zo goed pasten in de kernactiviteiten van de Amerikaanse onderneming, Nabisco. En is er een management buy-out gevolgd, waarna Vanelle weer vol trots de Nederlandse vlag hees en weer Nederlands bedrijf was. Die situatie heeft, en dat vinden een aantal Vanelle mensen alleen maar jammer, niet zo lang geduurd, omdat in 1989 het bedrijf werd overgenomen door Douwe Egberts, van oudsher een aartsrivaal. En de overname door Douwe Egberts werd dan ook door de oude Vanelle kern toch wel ervaren als een trieste situatie waaraan men echt wel moest wennen. Nou, dat gewenningsproces is inmiddels goed deels achter de rug. Dat heeft natuurlijk toch wel met zich meegebracht een bedrijfscultuur die een andere was dan de onze en waaraan het Rotterdamse bedrijf zich langzaam zal moeten aanpassen. En dat is ook in volle gang op het ogenblik. Dat moet ook uiteraard, maar dat betekent toch wel dat langzaam maar zeker het typische Vanelle sfeertje zoals dat bestond zal verdwijnen en zal opgaan in de cultuur van een groter, overigens zeer goed geleid bedrijf. In het algemeen was men zeer verheugd over de verzelfstandiging van Vanelle in 1985. Vooral de trots van de werknemers werd gestreeld. Maar niet alles was positief. Het bedrijf moest zich diep in de schulden steken. Dat Vanelle weer zelfstandig werd, dat was heel anders. Dat gaf je een heel ander gevoel. Want nu was je weer, je was een grote familie. Je moest allemaal met elkaar gaan maken, want dat was natuurlijk ook zo. Er waren natuurlijk banken die daar enorme investeringen in gedaan hadden. Het was natuurlijk, het heette dan een management buy-out, maar er moest natuurlijk wel een hele hoop geld bij. En dan had je toch het gevoel, we moeten dat met z'n allen maken. Toen waren we dus los van de Amerikanen en toen waren de mensen geweldig geïnspireerd om weer met elkaar verder te gaan, zelf de zaak aan te pakken. De echte Vanellegeest kwam toen duidelijk weer boven, omdat men het weer zelf kon gaan doen zonder de Amerikanen. Uiteraard kreeg dat weer een gevoelige knauw. Toen een aantal jaren later bleek dat Douwe Egberts Vanelle overnam en daarmee het bedrijf ondergeschikt werd gemaakt aan een vroegere concurrent. De zelfstandigheid van Vanelle duurde slechts 4 jaar. In 1989 nam aartsrivaal Douwe Egberts de zaak over. Ik heb over de overname. Ik heb bij mezelf al gezegd, ik heb het gevoel dat het bij me thuis ingebroken is. Als je van de ene op de andere dag wordt geconfronteerd met een overname, die we vriendelijk weliswaar fusie hebben genoemd, maar met een overname door je grootste concurrent, en eigenlijk in Nederland bijna de enige concurrent als je naar alles omhoog kijkt, dan geeft dat denk ik een gevoel van machteloosheid toch wel bij veel mensen. En dat is een gevoel wat je inderdaad denk ik het beste kan omschrijven met een inbraak die bij je thuis heeft plaatsgevonden waar je ook niets aan kan doen. Er waren hele families die generaties lang daar hadden gewerkt. Vaders met zoons en daar weer kinderen van. En dat waren bekende namen, die kwam je 100 jaar lang tegen. Die mensen waren ermee vergroeid. Maar ja, dat ik heb dat nooit gekend. Wat er op het dak staat, dat kan mij niet schelen. En nu vooral de laatste jaren, omdat het nogal eens verandert van naam. Is het ook niet meer van belang. Het is van belang dat je naar je zin werkt en dat je een plezierige stemming hebt op je werk en dat je je kan ontplooien elke dag zo goed en zo kwaad als dat gaat en dat je niet meer tegenzin naar je werk gaat. Ondanks alle veranderingen bestaat Vanelle nog steeds. Het bedrijf is uit de geschiedenis van Rotterdam niet weg te denken. Hoe Rotterdams is Vanelle? Hoe Parijs is de Eiffeltoren?